Ik ga zo dadelijk spreken met Mirjam van Rijssen, hoogleraar internationale relaties, innovatie en zorg. En zij introduceert haar onderzoek via een clipje. De coronacrisis heeft enorm veel invloed op de mobiliteit. En de vraag die we ons gesteld hebben, wat is eigenlijk de invloed op de meest mobiele groep vluchtelingen? En daarvoor zijn we met ons onderzoek naar Tunesië gegaan. Vluchtelingen in Tunesië hebben geen toegang tot testen. Blijkt ook dat ze geen toegang hebben tot gezondheidszorg. En dat ze enorm de negatieve consequenties, de desastreuze gevolgen van de economische crisis ondervinden. En daardoor vaak onder heel gevaarlijke omstandigheden doorreizen. Dit betekent dat wij in Europa heel veel nieuwe groepen vluchtelingen binnenkrijgen die we eigenlijk niet kennen, die we niet registreren, die niet getest zijn en waarvan we niet weten in hoeverre die besmet zijn met het coronavirus. We hebben met dit onderzoek veel publiciteit gewonnen en de aandacht proberen te vestigen op het belang van meer aandacht voor de coronacrisis onder vluchtelingen en om meer aandacht te vragen voor de noodzaak om vluchtelingen te beschermen. We hebben geleerd uit het onderzoek dat er echt weinig bekend is onder de invloed van corona op vluchtelingen. En we hebben dan ook besloten dat we dit onderzoek moeten uitbreiden. En dat we gaan kijken naar de manier waarop in Libië, in Ethiopië, corona van invloed is op nieuwe groepen vluchtelingen. Dag Mirjam, welkom bij de tafel van Martinus. We gaan het hebben over de invloed van corona op vluchtelingen. En dan hebben we het met name over vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika. Klopt. We gaan daar zo naar kijken met een kaartje erbij. Hoe dat ook weer topografisch allemaal in elkaar zat. Want misschien moeten we elkaar een beetje helpen daarin. Maar toch, je werkt of je doet onderzoek in best ingewikkelde omstandigheden. We hebben het over vluchtelingen die in kampen zitten, in oorlogsgebieden of waar oorzaken liggen. Hoe doe jij nou onderzoek? Ja, we doen heel veel onderzoek via de mobiele telefoon. En via, nou ja, zoals we nu eigenlijk met COVID ook geleerd hebben, via de telefoon en via de computer we op heel veel plaatsen kunnen zijn. Maar in dit specifieke onderzoek hadden we een onderzoeker in Tunesië zelf, die daar is gaan kijken en daar onderzoek, interviews is gaan doen en het onderzoek is gaan uitvoeren. En in het onderzoek waar ik hier ook over praatte in Ethiopië, werken we ook heel nauw samen met de universiteit in Mekelle en andere universiteiten daar. Mm-hmm. Waar we dan samenwerken met de onderzoekers die in die universiteit werkzaam zijn. En hoe vaak hebben jullie dan contact en hoe wisselen jullie alle data uit? Bijna wel dagelijks. We hebben één keer per week hebben we een overleg van alle onderzoekers op Zoom. Mm-hmm. En dan daarnaast hebben we vaak wel dagelijks, zowel met WhatsApp, Signal, op allerlei manieren ook nog contact. Ja. Oké. En om ook nog een beetje context te krijgen van waar hebben we het nou eigenlijk over? Hè? Kun je aangeven over hoeveel vluchtelingen we het hebben? Als we het over Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika spreken. Dan hebben we het echt over honderdduizenden vluchtelingen. En zeker meer als 1 miljoen over die hele route. Zeg maar vanuit de Hoorn door heel Noord-Afrika. Mm-hmm. Naar die centrale mediterrane route waarmee vluchtelingen dan naar met name Italië gaan. Ja. Nou, laten we daar eens naar kijken, naar het kaartje. Hè? Ja. Dus, We hebben de Hoorn van Afrika. Het puntje is Somalië, rechtsonder. Wat is de situatie als we naar links, naar Ethiopië en naar boven, naar Eritrea kijken? Wat speelt zich daar allemaal af op dit moment? Ja, dus op dit moment woedt er een oorlog tussen Eritrea en
Ethiopië in de deelstaten Tigray. Mm-hmm. En ja, dat is echt een vernietigende oorlog. Er zijn 200.000 IDP's, dus internally displaced persons, nou in Tigray. Aan de andere kant in Soedan zijn er nu 60.000 vluchtelingen sinds dat conflict is uitgebroken op 4 november. Waarschijnlijk zijn er zo'n 2,5 miljoen mensen in Tigray nu uit hun huis en ja, hebben geen dak meer boven hun hoofd. Ja. En dat zijn deels Ethiopiërs en deels Eritreërs? Nee, dat zijn Ethiopiërs, maar van een bepaalde deelgroep uit Tigray. En de Eritreërs zijn onderdeel van het conflict, het leger. Maar er zijn ook heel veel vluchtelingen uit Eritrea. Want Eritrea is, nou ja, het Noord-Korea van Afrika, is een van de ernstigste dictaturen ter wereld. Mm-hmm. Dus er komen ook heel veel vluchtelingen vanuit Eritrea in Ethiopië. En dus in Tigray alleen waren er 100.000 Eritrese vluchtelingen voor de aanvang van dit conflict. Die dus natuurlijk nu ook niet meer veilig zijn daar. En ondertussen ook veiligheid hebben gezocht in Soedan en dan vaak doorreizen naar Libië. Ja, want hoe ziet die reis eruit? Want het is een hele afstand, hè? Wat voor afstand is dat ongeveer in kilometers? Van... eerlijk gezegd heb ik me die vraag niet gesteld. Ik kan het niet beantwoorden, maar het is een enorme reis. Eritrea, wat dus eigenlijk maar een heel klein onderdeel, of een heel klein land is, als je het zo op die grote kaart ziet. Maar Eritrea alleen is 4 keer zo groot als Nederland. Okay. Dat geeft een beetje de dimensies aan. Als je uit Eritrea vlucht, dan is er een hele lange grens met Ethiopië. En op die grens is een shoot-to-kill beleid. Mm-hmm. Dus dat is al heel erg gevaarlijk. Nu, met die oorlog, is het helemaal gevaarlijk. Er zijn 20.000 vluchtelingen die vanuit Eritrea in Ethiopië waren. Die zijn verdwenen. De VN weet ook niet meer waar die zijn. Er zijn vermoedens dat die ook weer teruggekidnapt zijn naar Eritrea. Dus dat is al heel gevaarlijk. Dan om te proberen veiligheid, een veilig heenkomen in Soedan te vinden. Mm-hmm. Dan moet je die grens over. En die grens wordt nu bewaakt door Ethiopische militairen. Dus ook dat is zeer onveilig. En dan ook weer in die kampen aan de oostkant in Soedan zitten heel veel militairen vanuit Eritrea. Dus ook daar kun je weer gekidnapt worden. Ja, dan gaan mensen die moeten natuurlijk betalen. En dat gebeurt vaak al bij de grens of in Eritrea zelf of over de grens. En dat gebeurt allemaal per telefoon. En mensen die in handen zijn van die militaire groepen die samenwerken met mensenhandelaars, worden gedwongen om via de telefoon familieleden te telefoneren. Mm-hmm. Die dan vaak in het buitenland zitten. En die moeten dan via de telefoon weer geld sturen. Allereerst om in leven te blijven, maar vervolgens ook om bevrijd te worden en dan weer een stuk van een volgend onderdeel van die reis te kunnen doen. Ja, en dat is allemaal in de loop van de reis. Ja, hoewel je ook al zou kunnen zeggen dat begint bij aanvang in Eritrea zelf. Mm-hmm. Maar dat is een beetje een grijs gebied, omdat mensen vaak daar denken dat ze betalen voor een bepaald traject. En eigenlijk niet weten dat ze op die manier ook al in die keten van mensenhandelaars terechtkomen. Ja. Ja. Dus zit je dan al in de mensenhandel of niet? Dat is een goede vraag. Ja. Veel vluchtelingen gaan vervolgens naar Libië. Hè? Dus daar is het veel te doen, En wat is de omstandigheid waarin ze daar verkeren? Ja, de situatie in Libië is verschrikkelijk, omdat het is natuurlijk een vacuüm. Je hebt dan de regering door de VN ingesteld.
en dan de oppositie vanuit Haftar. Dus er wordt gevochten, er zijn heel veel met elkaar strijdende milities. En het gevolg daarvan is dat met name de vluchtelingen, ja, die het meest kwetsbaar zijn, die worden vastgehouden in allerlei ruimtes waar ze echt met honderden, soms duizenden bij elkaar zitten. En dus vastzitten. En die dan dat geld moeten inzamelen om vrij te komen. Nou, die omstandigheden zijn dramatisch. Mensen sterven daar aan TB, van alles, gebrek aan eten, gebrek aan drinken. En daar is eigenlijk best wel weinig over bekend. Want de VN kan daar ook niet bij. Nee. Dus dat is een heel erg zorgelijke situatie. En als je het over corona hebt, die mensen die zitten volgepakt op die plekken. Dat kan daar flink verspreiden natuurlijk. Ja, klopt. Wat je ziet onder de vluchtelingen, of je het nou hebt over Ethiopië of Libië of ergens anders, is dat, dat het heel erg moeilijk is om die coronamaatregelen uit te voeren. Want mensen zitten bovenop elkaar. Dus die zijn daarmee al heel kwetsbaar. Maar ook dat mensen zo'n ontzettende grote andere problemen hebben om te overleven. Ze hebben geen toegang tot eten, andere medicijnen, heel onhygiënische situaties, geen toegang tot water. Dus ik moet ook wel zeggen dat corona soms the least of their problems is. Ja. Hè? Dat is eigenlijk het minst in de hele hiërarchie van overleven waar ze zich druk om maken. Maar corona is niet zonder gevolgen. Ook daar niet, lijkt me. Ja. Er is heel weinig over bekend. En dat is natuurlijk waarom we dat onderzoek wilden doen. Mm-hmm. Die vluchtelingen die hebben helemaal geen toegang tot medische zorg. Nee. Worden dus natuurlijk ook niet getest. Dus daar weten we eigenlijk maar heel weinig van. Zelfs al in die steden op die route, bijvoorbeeld de hoofdstad van Soedan. Is onderzoek gedaan door Imperial College London. Die ervan uitgaat dat 2% van de mensen die sterven aan corona bekend zijn. Mm-hmm. Dus dat betekent dat 98% niet bekend is. Nou, bij de vluchtelingen kun je ervan uitgaan dat dat nog veel hoger is. Mm-hmm. Want die hebben gewoon op geen enkele manier toegang, dan wel tot testen, dan wel tot medische zorg. Dus daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Nee. Veel vluchtelingen die komen samen in Libië. Maar die willen door naar Tunesië. Waarschijnlijk met het idee om naar Europa te komen. Gebeurt dat in coronatijden? Ja, bij het wat we gezien hebben is dat bij het begin van de coronatijd gingen natuurlijk de grenzen waren al heel erg op slot. Gingen natuurlijk nog meer op slot. Maar ook dat de VN eigenlijk niet meer bij de kampen waar ze nog toegang toe hadden, daar geen zorg meer aan konden bieden. Dus eigenlijk zijn al die vluchtelingen zeg maar gewoon uit die kampen gezet. Mm-hmm. En die moesten het eigenlijk maar uitzoeken. Dus heel veel zijn toen doorgereisd naar Tunesië in de hoop eigenlijk in Tunesië werk te vinden en een toch wat betere situatie. Wat onder corona helemaal niet het geval was. Dus eigenlijk is het grootste probleem van die groep is dat er helemaal geen toegang is tot werk. Met name ook door de restricties met mobiliteit en sowieso de grote economische gevolgen van corona in Afrika, die dan zeker op die meest kwetsbare groep de grootste impact heeft. Dus onze onderzoeker daar, die heeft gevonden dat, en dat was echt wel heel verbazingwekkend, dat mensen vanuit Tunesië weer teruggingen naar Libië, wat eigenlijk een hel is voor vluchtelingen, maar waar de situatie eigenlijk zodanig slecht is dat ze altijd toch ook nog wel weer makkelijker manieren vinden om te overleven. Waarbij de uitbuiting enorm is, maar er nog wat gedeeld kan worden enzovoort om toch te kunnen blijven overleven. Dus je hebt eigenlijk gezien dat mensen teruggingen. Ja, en dan is het eigenlijk liever in Libië dan in Tunesië. Ja.
Want Tunesië is een veel stabieler land. Tuurlijk, Tunesië is veel, veel, veel beter. Moeilijk, maar veel beter als Libië. Ja. Dus dat zou je niet verwachten. Je zou niet, zeg maar, volgens de theorie van migratie, verwacht je niet dat je nog eens naar een slechtere situatie gaat. Ja. Maar onder corona was er eigenlijk in Tunesië voor deze groep niks te vinden. Nee. Als je publieke debat in Europa hierover zou willen aanjagen, welke opties zou je dan op tafel, op onze tafel van Martinus willen neerleggen, zeg maar? Ja, dit is ook echt een risico voor Europa. Voor Afrika in zijn algemeenheid geldt dat er veel te weinig bekend is over de verspreiding van corona, maar ook dat wat betreft vaccins enzovoort het veel te weinig op de agenda staat. Ja, en dat betekent ook dat je mutaties kunt krijgen, reizen kunt krijgen, waardoor eigenlijk bij ons ook de situatie uiteindelijk onvoldoende onder controle komt. Mm-hmm. Dus het is echt van belang dat we er meer van weten en dat we er ook meer het belang, niet alleen moreel, maar ook vanuit eigen belang van inzien, dat we dit toch wereldwijd moeten oplossen. Ja. Nou, dankjewel Mirjam voor je toelichtingen en voor je inzichten. En succes met het verdere onderzoek en we gaan je in de gaten houden. Dankjewel, Hans. Okay. Dankjewel.